en welkom bij deze nieuwe video. Normaal begin ik mijn video's altijd ietsje meer naar achteren, dat je wat meer kunt zien van mij. Maar dat lukt niet, want ik heb mij hier letterlijk in moeten proppen. Want alles is vol met allemaal pakketjes achter mij. Ik heb niet amper plek om hier te zitten. Ik ben dus bijna 2 weken naar Spanje geweest. Dat hebben jullie gezien in al mijn Spanje vlogs. Dus ik heb een heleboel pakketjes gemist. En ik dacht, laat me die vandaag allemaal met jullie gaan unboxen. Dit zijn dus alle pakketjes die ik heb ontvangen in die tijd. Het meeste is allemaal PR. Een aantal dingen heb ik gewoon besteld. En ik dacht, die knal ik er gewoon bij. Kunnen we dat ook gewoon samen unboxen. Maar overal is het bijna allemaal PR. Dus PR is gewoon producten die ik gratis krijg. Het meeste is make-up. Maar het kunnen ook andere soorten beauty producten zijn. Waarom ontvang ik PR? Ik ontvang PR omdat ik dus YouTube video's maak. En Instagram content. En bedrijven sturen mij dan gewoon producten op. In de hoop dat ik er iets over plaats. Maar ik ben dus heel benieuwd wat ik weer allemaal heb ontvangen. Ik heb weer een hoop. En ja, van het meeste weet ik niet eens wat erin zit. Een aantal dingen wel. Maar van het meeste is het gewoon een verrassing. Dus ik ben weer heel benieuwd. Ik kan niet wachten. We gaan samen unboxen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, het eerste wat ik ga unboxen is van Yfood. En daar ben ik echt heel enthousiast over. Dit zijn echt 2 super zware pakketjes. Dit is het eerste pakketje. Hier staat het op van Yfood. This is food. Oh, volgens mij zitten hier shakes in. En ik heb nog een pakket van hun. En dat is deze. Ik heb al een aantal shakes van hun geprobeerd. En ze zijn amazing. Ik ga ze jullie even laten zien. Kijk, welke ga ik eerst openen? Ik ga denk ik eerst deze openen. Want ik denk dat ik weet wat het is. Volgens mij is dit wat ik de vorige keer ook heb ontvangen. Ja, dit is de set die ik al een keer heb ontvangen. En helemaal heb gedronken. Dit is de taster pack. Met allemaal verschillende food drinks erin. Dit zijn allemaal maaltijdvervangers. Vervanging shakes. Echt geweldig. Deze heb ik letterlijk de vorige keer allemaal gedronken. Behalve één smaak. Die vind ik niet zo lekker. Ik drink geen koffie, maar de rest was echt lekker. Ik heb banaan, kokosnoot, vanille en mijn fave chocola. 1 drink is 1 maaltijd. Dus 1 zo'n shake is dus mijn lunch. Je hebt ook vegan opties. En het geeft je 3 tot 5 uur een verzadigd gevoel. En dat klopt echt, want ik dronk ze rond 12. Rond 5 eet ik mijn avondeten. En rond 4 uur zo begon ik wat honger te krijgen. Dus zeker 4 uur had ik gewoon geen hongergevoel. En ze zijn echt heel lekker. Ik kwam zelfs op een punt dat ik gewoon random behoefte kreeg hieraan. Dat ik gewoon echt zin had om te drinken. En dat gebeurt nooit. Ik vind ze echt zo lekker. I love them. Echt super makkelijk en snel. En ik heb hier nog een pakket van hun. Ook even openen. Nog meer shakes. Oh my gosh. In piña colada smaak. En in berry choco smaak. Oeh. Oké, dit zijn dus 2 nieuwe smaken. Oh jongens, ik ben zo blij met deze shakes. Ik heb ook gewoon vaak geen zin om helemaal te gaan zoeken naar eten of wat ik wil eten. Of het te maken, et cetera. Jullie weten, ik wil altijd snel zijn. En deze zijn echt zo ideaal. Ik heb nog niet geluncht, dus zal ik 1 van deze 2 proeven? Ik denk dat ik deze ga proeven. Lekker. Deze ga ik lekker doordrinken. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die komt hier in beeld en staat beneden in de beschrijving. Ik zou het zeker proberen. Als je dus niet zo goed weet welke smaak et cetera je wilt. Pak dan gewoon die taster pack en je kunt dan gewoon alles proberen. Oké, even kijken. Laten we deze gaan bekijken. Wat is dit? Kijk dit. Dit is gewoon een strandtas in de vorm van een watermeloen. I love it. Even openmaken. Oeh, volgens mij is dit van Easy Paris. Oh, het is zo'n cool box-achtige tas of zo. Weet je wel, die alles cool houdt. Ja, dit is van het Only You make-up huismerk van Easy Paris. Ik zie een paletje. Nog een paletje. En een aantal nagellakjes. Alles wat ik niet gebruik of niet kan gebruiken, doe ik allemaal in de winactie laat. Dit is wel echt heel leuk gedaan. I like it. Deze gaan allemaal al naar de winactie, want ik heb acrylnagels. Oh, mooi. Ook echt van die watermeloenkleuren. Ik ga stuk. Alles is zo rond. Wel een heel apart paletje. Ook een grote spiegel. En deze andere. Oh, ook heel mooi. Ook een beetje weer van die watermeloenkleuren. De 2 paletjes lijken wel op elkaar qua kleuren. Maar ja, het is ook gewoon van 1 collectie. Thank you very much, Easy Paris. Ook een heel leuk PR tasje zo. Mensen, ik ben echt heel te als de dood dat alles hier omvalt. Ik denk nu dit. Lijkt AliExpress-achtig, maar ook weer niet. Ik weet niet. Oh ja, dit is wel AliExpress. Dit heb ik dus gewoon besteld. Ik weet niet eens meer wat ik heb besteld allemaal. Kijk hoeveel. Ik bestel daar altijd zoveel nonsens. Allemaal openmaken. Oh ja, ik heb allemaal haarbandjes besteld. Ik ga stuk. Ik moest haarbandjes hebben voor in mijn video. Deze matcht heel leuk met mijn trui.
Deze is cute. Ik heb sowieso nog meer haarbanden. Want ik weet toevallig dat ik die toen heel veel had besteld. Maar het heeft er wel echt heel lang over gedaan. Ik wacht denk ik al 2 maanden of zo. Waar slaat dit op? Een verpakking in een verpakking. Oké. Okay. Ook een haarband. Oké, okay, dit is wel heel veel verpakking voor alleen maar dit. Ook heel leuk. Heel mooi goud. Deze gebruik ik dus allemaal om mijn haren naar achteren te houden als ik aan het opmaken ben. En ik match altijd mijn haarband met de algehele look. Want dat vind ik leuk. Ik match altijd zo alles met elkaar. Achtergrond, kleding, make-up, haarband is altijd allemaal matchy-matchy. Nog een pakketje. Oh, dit is een haarband volgens mij. Oh ja, dit is zo'n oldschool haarband. De nostalgie. Iedereen in de jaren 90 had zo'n haarband. Jongens, weten jullie nog? Met krullen is dit wel een beetje vervelend, want het gaat zwaar klitten. Maar met een stelhaar is het echt wel leuk. Eén na laatste pakket. Ook een haarband, ik weet het zeker. Ja, een zwarte van Lace, van Kant. Ik heb nu echt een heleboel haarbanden. In mijn laatste Shop With Me video hebben jullie ook al gezien dat ik heel veel van dit soort haarbanden had gehaald. Ik was vergeten dat ik die al hier had besteld. Ja, ook heel leuk. En de laatste, ook een haarband. Oh, deze is lekker kleurrijk. Zo cute. Nou, ik heb weer genoeg haarbanden voor het komend jaar. Hier een pakketje van Casetify. Dit zijn telefoonhoesjes. Dit is ook gewoon weer een PR pakket. Casetify heeft de beste telefoonhoesjes ever. Ik ben altijd zo blij met hun PR pakketten. En ik weet al wat erin zit, want ik mocht ze zelf uitkiezen. Ook een hele mooie verpakking. Kijk hoe mooi het allemaal is verpakt. I love it. Ik hou altijd van een mooie verpakking die ik dan weer helemaal zo opbreek. Ik heb 2 hoesjes ontvangen, jongens. Deze 2 heb ik uitgekozen. Kijk hoe leuk. Deze heeft een spiegel, want daar hou ik van met mijn naam erop. En deze allemaal van die hartjes. Die ik nou heb, is ook met een spiegel. Maar deze is helemaal vies, zoals je kunt zien. Ik ga hem ook gewoon gelijk eraf halen. Ik heb iPhone 13, volgens mij de nieuwste in ieder geval. Kijk even hoe leuk deze hoesjes zijn. Kijk deze hier met mijn naam erop, Sarah. Zie je dat? Deze heb ik gewoon helemaal zo gecreëerd. En deze is gewoon zeg maar kant en klaar. Je kunt dit helemaal zo creëren met de tekst die jij wil. De kleuren, lettertype, alles. Satisfying. Oh, die spiegel is goed. Je kunt je echt super goed zien. Kijk. Wacht, waar zijn jullie? Hier zijn jullie. Kijk. Dit zijn jullie. This case was made for you. Super leuk. Oké, okay, ik denk dat ik deze ga doen met mijn naam erop. Want dat vind ik wel leuk. Hij is ook super stevig. Oh my gosh. Hij zit er omheen. Kijk hoe leuk. En het is gemaakt van 50% gerecycled materiaal. En het is echt super stevig. Jouw phone kan echt hard vallen en hij gaat echt niet kapot. I love hun hoesjes. Echt fantastisch. Ik ben hier heel blij mee. En ook met deze, of course. Hier een klein doosje van Special Cosmetics. Volgens mij is dit Make-up Studio. Heel benieuwd wat hierin zit. Ik heb geen idee. Ook dit is weer een PR pakketje. Oeh, een kwast. En nog iets. Kijk, een hele mooie grote kwast. Ik denk dat die ideaal gaat zijn voor foundation. Brush cleaning balm. Oh, om je kwasten schoon te maken. Hij is nog dicht. Mijn kwasten hebben echt schoonmaak nodig, jongens. Ze zijn zo vies. Echt, ik moet me echt schamen. Kijk hoe vies ze allemaal zijn. Dus hierin kun je dan zo je kwasten schoonmaken. Hier ben ik blij mee. Dankjewel, Make-up Studio. Oeh, hier een heel klein pakketje. Deze is denk ik ook van AliExpress. Dus die heb ik gewoon besteld. Maar ik weet dus ook weer niet wat het is. Zijn dit oorbellen of zo? Wat is dit? Ik bestel af en toe echt de grootste onzin ever. Ik heb geen idee wat het is. Ik ga eventjes opzoeken wat de F ik heb besteld. Oh, ik weet wat het is. Jongens, echt. Ik ben echt zo... I'm too much. Ik ben zo kitsch. Jullie gaan niet geloven wat dit is. Dit is om je Mercedes stuur te versieren. Kijk, dit is zo dit, zeg maar. Ik wilde zo dit zo gaan plakken op het stuur. Ik ga stuk. Dit is zo extra, maar ik ga dit gewoon echt doen. I love it. Mensen, ik ga deze versieringen plakken. Kijk hoe leuk ze glinsteren in het licht. I love it. Oké, dit is dus gewoon hoe mijn stuur nu is. En ik ga deze dingen dus hierin plakken, zeg maar zo. Ik ben zo benieuwd, oh my gosh. Ik heb ze er nu gewoon even zo in gezet. Ik heb ze nog niet geplakt. Ik kan ze er gewoon zo uithalen. Maar ze zijn dus iets te groot, zoals je kunt zien. Ze passen er niet echt perfect in. Maar ik heb schijt. Ik wil het gewoon alsnog doen. Ik denk dat ik het wel kan forceren. Ik vind het er zo wel gewoon oké uitzien eigenlijk. Oké, nou ga ik ze echt plakken. Het is gelukt. Ik ga stuk. Het is wel een klein beetje te groot. Als je goed kijkt kun je het zien. Maar als je er niet al te goed naar kijkt, dan ziet het er echt wel goed uit. Super cute. Next up. Nog een pakketje van Unilever.
Ik heb geen idee wat dit is. Oké, even mijn adres verbergen. Er staat op, wat straal je vandaag? XOXO André Lon. Dus dit zijn waarschijnlijk haar producten van André Lon. Ja, dat is precies wat het is. Haar producten van André Lon. Wat hebben we allemaal? De 1 minuut Wow Masker Levendig Lang. En ik denk een shampoo en een conditioner. Ja, het ruikt heel lekker naar deze bloemetjes of zo. Oké, is dit misschien een nieuwe lijn of zo? Wat informatie. Nieuw. André Lon Levendig Lang. Dus voor lang haar. Ik heb lang haar. Ik gebruik geen André Lon, want dat is niet krullenvriendelijk. Dus dit gaat waarschijnlijk in de winactie. Maar dit is dus een nieuwe lijn van André Lon. Gericht op de meiden met lang haar. Dankjewel. Nog een pakketje. Deze is van Happy Life PR. Dit is een PR-bureau. PR-bureau hebben altijd heel veel brands en ze sturen altijd gewoon van alles op. Happy Life is meestal Catrice en Essence. Dus het gaat waarschijnlijk een van die merken zijn. Catrice! Kijk even hoeveel Catrice producten. Oh my gosh! Jongens, dit is echt een hoop. We hebben 2 nagellakjes. 2 schattige kleine oogschaduwpaletjes. Een poeder en een nagelolie. 3 wenkbrauwpennen in 3 verschillende kleuren. Ik heb een lipgloss, mascara, een lipstick, nog een lipgloss. Nog een mascara, wenkbrauwgel en een lipgloss en een setting spray. Dus een heleboel nieuwe Catrice producten. Let me know of jullie die willen zien. Ik ben hier echt heel blij mee. En dan hier nog een klein pakketje ook van Happy Life PR. Nog meer Catrice producten. Ik ga stuk. Weer helemaal vol. Ik heb een gezicht serum en een gezicht olie. Een pool treatment. Ik heb een heel oogschaduwpaletje. Deze ziet er mooi uit. Heel mooi roze. Ik heb een heleboel poeders en highlighters. 2 matte liquid lipsticks in 2 prachtige kleurtjes. Ik heb een gezichtsprimer. Deze maakt mat. Ik heb lipsticks. Nog een lipgloss en nog een lipstick. Fix Glow Spray. Ik moest weer een glow spray hebben, dus hier ben ik blij mee. En ook weer 4 nagellakjes. Echt weer super blij mee ook. Oeh, we gaan verder met Bondi Sands, jongens. Mijn fave tanning mousses. I love it. The 1 Hour Express Self-Tanning Tanning Foam and Face Mist. Mijn foam moet altijd minimaal 4 uur intrekken. Ik laat hem altijd 8 uur intrekken. Dus dit is een foam die kennelijk al binnen 1 uur intrekt. Ik hou van Bondi Sands. Echt een van de beste zelfbruiningmerken. Deze heb ik ontvangen van Mooie PR. En ook dat is een PR-bureau. Oeh, veel producten. Wow, ik dacht dat ik er maar 2 kreeg. Kijk even dit, hoeveel. Wacht even, ja, zo. Kijk hoeveel producten. Ah, I love it. Ik ben nou echt heel gebruind van de zon. Maar zodra ik weer wit word, knal ik de mousse er weer in, hoor. Oké, jullie kunnen mij nu niet echt meer zien. Ik ben hier echt letterlijk aan het verdrinken in alle boxen. Oké. Ik heb ze allemaal gepakt. Ik heb een tanning handschoen. Ik heb een 1 hour face mist. Dit is dus zo'n mist die je opspreekt op je gezicht. En dan wordt je gezicht binnen een uur iets donkerder. Dat lijkt mij wel echt ideaal. Ja, het is gewoon letterlijke spray. Ik heb wel dit soort shit, maar het is vaak druppeltjes of een crème. Maar zo'n spray is ideaal. Lekker makkelijk en je handen worden niet vies. Dus deze ga ik zeker gebruiken. Ik heb nou make-up op, anders had ik hem al nu opgedaan. Ik ga hem gewoon echt hier neerleggen gewoon. En dan heb ik hier de 4 mousses in 4 verschillende kleuren. Ik heb de 1 Hour Express Foam, dus de foam die binnen 1 uur klaar is. En de normale in de kleur Light Medium, Dark en Ultra Dark. Ik gebruik altijd Ultra Dark. Echt heel blij hiermee. Hier heb ik een pakketje van Boosty Shop. Dit pakketje echter is geen PR. Dit heb ik gewoon besteld, maar ik ga het jullie laten zien. Ik heb gewoon wat make-up besteld voor in video's en zo. Want ik kwam terug van Spanje en ik zag dat ik heel veel heb gemist. Er waren echt een heleboel nieuwe producten. Ik heb ook weer mijn fave halve wimpers besteld. Flirt van Lola Lashes. Echt een van de mooiste wimpermerken. Ik heb een hele collectie besteld van Wet n Wild. De Wet n Wild Honey collectie. Hier ga ik misschien een video over maken. Let me know als je dat wilt zien. En van Catrice heb ik ook hun nieuwe tropische collectie besteld. De, ik weet niet, ik zie niet de naam erop. Tropic Exotic collectie, deze. Dus als je hier een video over wilt zien, laat het me ook eventjes weten. En daarnaast heb ik hier hun lip scrub. Ik heb een roze en een blauwe mascara. En deze foundation die te licht is voor mij, maar oké. Oh, dit pakketje valt bijna. Een groot pakketje. Ook van een PR-bureau. En dit is een toner van L'Oreal.
en toner. Deze heb ik ontvangen omdat ik ook een samenwerking heb met hun, met dit product. En dit is echt een geweldige toner, jongens. Als je nog op zoek bent naar een toner die jouw gezicht laat stralen, je gaat deze geweldig vinden. Niet eens heel duur, gewoon betaalbaar te halen bij Kruidvat. Amazing. Ik heb niet echt meer plek hier, maar er is nog één grote laatste doos. En dat is deze van de Kruidvat. Ik moet denk ik eventjes snel een beetje opruimen hier. Want dit gaat niet lukken zo. Oké, mensen, ik heb weer een beetje plek hier. Nou, dit is dus de laatste doos. Een hele grote doos van Kruidvat. Laten we hem openmaken. Dit is echt een hoop, jongens. Kijk dit. Oké, ik ga hem gewoon eventjes op mijn schoot houden en alles laten zien. Wat ik ook heb ontvangen is dit. Een hele checklist voor als je gaat reizen. Dit is echt handig. Deze ga ik echt gebruiken voor mijn next trip. Ik heb even een foto gemaakt van deze lijst, zodat jullie nu een screenshot kunnen maken, zodat jullie deze lijst ook kunnen gebruiken. Echt heel erg handig voor je volgende reis. Dus maak er even snel een screenshot van en dan, dan kun je hem ook gewoon gebruiken. Oh my gosh, de Denman brush. Iedereen met krullen kent deze wel. Dit is een borstel die je moet hebben als je krullen hebt. Ik heb hem al. Ik heb de Denman D3 en dit is de D4. Dus hier ben ik blij mee. Dit is echt de borstel voor krullen, jongens. Oh my god. En ze zijn niet goedkoop, ook niet. Ik heb hier van Playboy de Daydreaming Fragrance Mist. Is dus gewoon zo'n lichaamspray mist. Van Kruidvat deze mascara. Oh, nog zo'n Playboy mist. Dus in twee verschillende geuren. Anti-insect lotion. Dit is echt een vakantiebox. En daar ben ik blij mee. Deze is ideaal. Ik heb hier de Hydrating Scrub. Ook van Kruidvat. En deze super handige make-up tas. Oh my gosh. Deze is echt heel handig. Hij is ook lekker groot. Er past lekker veel in. Super zacht ook. I love it. Van Lala's heb ik deze Soothing Moisturizing Shea Butter voor baby's. Of is die ook voor volwassenen? Speciaal voor baby's. Ik heb geen baby, maar ik kan hier vast wel iemand blij mee maken die dat wel heeft. Nog iets voor kinderen. Een heleboel voor kinderen. Ik ga sterk van Dermacare deze bad- en douche gel voor kinderen. Van M. Asim Magic Finish Makeup Fondutin. Dit is een onbekend merk voor mij. Kent iemand dit? Ja, dit is gewoon letterlijk foundation in de kleur 01 Classic. Ik ga hem even openmaken. I'm intrigued. Vast weer in een te lichte kleur voor mij. Hij voelt ook heel licht aan. Wat is dit? Dit is zo raar. Dit is zo raar. Kijk dit. Het is gewoon een mousse. Hij is wel licht. Hij is denk ik iets te licht voor mij ofzo. Oké, dit is een heel apart product. Nog nooit van gehoord. Als iemand dit kent, let me know. Van Rexona heb ik hier deodorant. Ook heel erg handig om te hebben in de zomer. Ik heb een klein prachtig roze zakje met allemaal nagellakjes. Ik heb draadloze oortjes. Oh my gosh, jongens, weten jullie nog in mijn Spanje vlogs dat ik er echt gewoon 3 dagen over heb gedaan om AirPods te zoeken en ik ze niet kon vinden. Ik was de mijne verloren. Dus deze waren toen heel handig geweest. Maar ja, nou heb ik al AirPods gehaald. Maar ik ben heel benieuwd hiernaar. Ik heb nog nooit een meer goedkopere versie gebruikt. Behalve die toen op vakantie. Maar die waren slecht. Dus ja. Maar hier ben ik wel blij mee als backup als ik weer mijn AirPods verlies. Waterhangmat. Dit soort dingen gebruik ik echt, hè. Dit is zo leuk. Kijk deze foto erop. Dit is leuk voor 14 plus jaar. Dus onder de 14 mag je er niet op. Ja hoor, deze gaat zeker worden gebruikt. En een super handige tas. Deze lijkt een beetje op die Dior bags. Hij is wel heel groot. Ook heel handig voor op het strand. Ik vind het wel echt een mooie strandtas. Hele mooie tas. I love it. En dat was het. Nou mensen, dit was het dan. Dit is mijn hele PR unboxing video. Echt weer een heleboel leuke producten ontvangen. Waarvan ik het meeste echt ga gebruiken. Vergeet ook niet je Y-Food set te halen. Echt fantastische maaltijdvervanging shakes. I love them. En ik ben echt heel blij met alles dat ik heb ontvangen. Ik doe YouTube al jaren. En tot de dag van vandaag ben ik elke keer weer zo blij met al deze PR die ik ontvang. Ik dacht in het begin dat ik er op een gegeven punt wel aan zou gaan wennen. Maar het went gewoon echt niet. Nog steeds ben ik weer elke keer in shock dat ik dit gewoon kan doen als werk. En dat ik dit gewoon allemaal ontvang. En dat het me gewoon is gelukt om mijn droom waar te maken, jongens. I love it. Dus ga altijd achter je dromen aan. Nou, ik hoop dat jullie van de video hebben genoten. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!